Welkom, lieve single maagden, crosswatchers, als je de maagd op het oog hebt. We hebben vandaag de kipperdek, we hebben de Gilded Reverie Lenormand. Eigenlijk twee Lenormand decks. En we hebben ook de Cosmic Tarot, dat is een Nederlands deck. We gaan kijken wat eruit komt, het meest belangrijke bericht voor de maagd. De single maagd. En daarna gaan we dus kijken van naar alle 12 sterrenbeelden. Wat de maagd kan verwachten van de anderen. En dat kan op allerlei gebied zijn. Kan op liefdesgebied zijn. Binnen de familie. Binnen een relatie. Dualiteit in jezelf. Kan van alles zijn. Wat zijn de meest belangrijke berichten, spirits en guides voor de single maagd? Voor de single maagd. Wat moet de single maagd weten op dit moment? De keelchakra speelt op. Dus er moet wat gezegd worden, moet iets gecommuniceerd worden. Maar iemand houdt zich tegen. Ik denk dat jij, lieve maagd, dat jij aan iemand denkt met gedachtes. Ik denk dat jij iemand op het oog hebt. Ik denk dat er wat moet gaan veranderen in jouw huidige situatie. Waardoor er dus door die verandering gaat er een stukje groei komen bij jou? En dat heeft allemaal te maken met die persoon aan wie je aan het denken bent. Weet dat gedachten sterk zijn, dus denken is ook manifesteren. Het zou zomaar kunnen dat je binnenkort single wordt. En dat je dan het idee hebt van nou, en dan wil ik samen met deze vrouw, want je ziet hier een man die denkt aan een vrouw zijn. Maar dat betekent wel dat je dan ook volwassener moet gaan gedragen. Het kan ook zijn dat dit karmische gerechtigheid is. En dat als je met deze persoon wilt samen zijn, dat dat van jou vereist dat jij nog verder moet groeien, zodat je richting wat meer maturiteit gaat. Wat mogen wij weten over Courthouse? Courthouse. Krijgen we de brug. Wat mogen wij weten over Mature Man? De zweep. En wat mogen wij weten over die gedachtes? De wolken. Op de een of andere manier zie jij het nog niet helemaal klip en klaar. Kan zijn dat je twijfels hebt. Kan zijn dat je het eigenlijk vervelend vindt. Dat als jij voor deze persoon wil gaan, dat betekent dat je hard aan jezelf moet gaan werken en misschien dat dat met die zweep, dat dat jou tegenstaat. Maar je weet dat er op een gegeven moment een beslissing moet worden genomen. Wat die besluit, die kan niet in de lucht blijven hangen. Het kan ook zijn dat je wacht op een besluitvorming, dat je dan pas, dat het moeilijkste voorbij is en dat je dan pas richting deze persoon gaat. Die besluitvorming hier, of dat nou karmisch is of echt een gerechtshof, kan met verschillende dingen te maken hebben. Dat hoeft niet per se een partnerschap splitsing te zijn. Kan ook zijn iets met alimentatie, kan zijn met visa, kan zijn met een... misschien heb je wel problemen gehad en lig je in de clinch met je werkgever of ex-werkgever.
Wat het dan ook is. Op dit moment spelen er twee grote zaken een rol. Dat wat hier hangt, wat in de lucht hangt, waar je afhankelijk van bent. En die persoon aan wie je denkt. Dus je zit midden in een situatie, werksituatie, conflict, whatever. Of een scheiding, kan ook. En tegelijkertijd denk je aan een bepaald persoon. Dat zijn twee factoren. Waar jij mee bezig bent. En misschien moet dit eerst afgehandeld worden. Wil jij hier duidelijkheid hebben over. Of laat jij deze persoon nog in het duister. Omdat je nog moet afwachten wat dit gaat brengen. Wat mogen wij weten over Courthouse en de brug? Over Courthouse en de brug. Voor de maagd. De doodkaart. Er gaat hier wat transformeren. Er gaat hier wat veranderen. Het kan zijn dat je afwacht, maagd, wat dit gaat brengen. Die scheiding. Of bepaalde regeling, afspraken. Een uitspraak. Wat het dan ook is. Wat mogen wij weten over Mature Man en over de zweep? Ja, je vindt het moeilijk. Je vindt het moeilijk om je te moeten gedragen. Omdat er heel veel dingen zijn die jou verwarren. Dat is misschien ook waarom dat je die ander in het duister laat. Omdat je eerst duidelijkheid wil hebben. Wat mogen we weten over Todd en de wolken? Misschien wil je zelf eerst die duidelijkheid hebben voordat je definitieve keuze maakt bijvoorbeeld. Dat kan ook. Maar ik heb het gevoel dat er hier een externe factor ook een rol speelt. Van cruciaal belang is. Ja, je wil een nieuw begin. Maar dat is diep op zielsniveau. Jij wil absoluut een nieuw begin met deze persoon. Maar op 3D-basis zijn er nog wat externe factoren die een rol spelen. Waar je op moet wachten, wat je nog moet handelen, waar je aan moet werken, wat dat dan ook is. Voordat je uiteindelijk voor dit nieuwe gaat. En daar is nog het wachten op. Want dit brengt heel veel verwarring. Ik krijg loslaten energie. Pardon. Er moet iets losgelaten worden. Dat is wel duidelijk. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot met die zweep hier zo. Dus er kan een of ander conflict zijn. Verwarring, moeilijkheid, enzovoort, enzovoort. De dief. Dus het kan zijn dat iemand, weet ik veel, voor het gerecht staat omdat ze iets gestolen hebben. Ik weet het niet, maar... dus jij kan nog geen duidelijkheid geven, je kan nog geen vooruitgang boeken met die persoon waaraan jij denkt, omdat het andere nog afgewikkeld moet worden. Wat mogen wij weten tussen de maagd en de ram? Wat mogen wij weten tussen de maagd en de ram? Hiervoor gebruik ik Gilded Reverie. Als het nodig is, ook de kipper. Ja. Iemand gaat zich ergens uit bevrijden. Dat kan zijn uit een... Uit een onderneming. Het schip staat altijd voor een onderneming. Over het algemeen. Iemand gaat zich ergens uit bevrijden. Zodat ze verder kunnen gaan. Wat mogen we hierover weten?
Omdat ze het werk loslaten en voor de liefde willen gaan. Kan zijn dat iemand bijvoorbeeld te veel werkt. Dat daardoor een bepaalde relatie op de klippen loopt of dreigt op de klippen te lopen. En dat ze daarom kiezen nu voor liefde in plaats voor de centen. Of is dit gewoon iets karmisch? Wat je nu ziet van, hey, ik heb in een vorig leven altijd meerdere relaties kapot laten gaan. Omdat ik helemaal gefocust was op eigen ondernemerschap, op geld, noem maar op, et cetera. En dat je die gedachten of dat je die karma uit gaat lossen. En dat je dit leven dus in gaat richten voor ware liefde. En dat je dus niet meer alleen maar voor het geld en voor je eigen onderneming gaat. Wat mogen wij weten voor de maagd die te maken heeft met een stier? De maagd die te maken heeft met een stier. Er gaat een bepaalde wens uitkomen. Moet ik deze ook nemen? Nee. En die wens, daar ga je duidelijkheid over krijgen. Dat het steeds meer en duidelijk een vorm krijgt. Ik weet niet wat jouw wens is. Het kan een nieuwe baan zijn. Een vaste relatie. Een kind. Een droomhuis. Verhuizen naar het buitenland. Weet ik veel wat jouw droom is. Maar je gaat wel duidelijker, je gaat symbolen, synchroniciteiten zien dat die wens die jij hebt uitgesproken of die je gemanifesteerd hebt, dat die steeds meer vorm gaat aannemen. Het kan zijn dat, dat niet iedereen het ermee eens is. Het kan ook zijn dat je uitdagingen krijgt op je pad. Vooraleer je droom uit kan komen. Maar voornamelijk weerstand voel ik. Dus het kan zijn dat jouw droom niet past in je huidige vriendenkring. Of jouw droom past niet, in jouw huidige baan. Dus moet je misschien je baan opgeven? Moet je eigen bedrijf beginnen? Of moet je op een andere manier gaan werken. Wat het dan ook is. Het geeft wrijving. En je gaat daar steeds meer kijk op krijgen. Van wat voor aanpassingen je moet doen. Om jou uiteindelijk jouw droom te kunnen realiseren. Maar het gaat wel vormen aannemen. Wat mogen wij weten tussen de maagd en de tweeling? De maagd en de tweelingen. Met de kippendek nu. Iemand, kan zijn dat je een connectie hebt met iemand, maar dat je daar heel erg afstandelijk van bent. Het kan zijn dat de situatie bekoeld is. Het kan zijn dat je ver uit elkaar woont, wat het ook is. Je weet dat dit iemand is die volwassen is, dus waar je dus van op aan kan, waar je mee kan samenwerken. Als je interesse hebt om een gezin te stichten, weet je van, nou, dit zou wel eens iemand kunnen zijn waar ik op kan bouwen. En je bent deze persoon aan het manifesteren, lieve maagd. En dat zou wel eens een tweeling kunnen zijn, of vice versa, of jij hebt gewoon hele sterke tweelingplaatsing, lieve maagd. Wat mogen wij weten tussen de maagd en de kreeft? De maagd en de kreeft. Okay, ik moet dat andere dek gebruiken. De maagd en de kreeft. De maagd en de kreeft. We hebben hier het huis en we hebben de sleutel en de kooi. Ik denk dat iemand zich wil gaan bevrijden uit een bepaalde situatie of uit een bepaalde comfortzone. En daar is iemand mee bezig of iemand is daar heel stellig over aan het nadenken.
Ja, iemand gaat op een gegeven moment heel zeker zijn van zijn of haar zaak. Zo van, ik ga me bevrijden uit een bepaalde relatie. Of ik ga me bevrijden uit een bepaalde situatie. Kan een comfortzone zijn. Omdat je het gevoel hebt van, dat past beter bij me. Moet me bevrijden uit mijn huidige connectie, situatie, conditionering, wat dat dan ook is. Wat mogen wij weten voor de maagd die te maken heeft met een leeuw? Deze. De maagd die te maken heeft met een leeuw. Familiekamer. En de doodskist. Ik denk dat iets beëindigd moet worden. En ik denk dat jij daar de grootste moeite mee hebt. Kan zijn dat je in een relatie zit, maar dat je daar niet meer tevreden over bent. Dat je daaruit wilt. Het kan ook zijn dat je iemand anders op het oog hebt. En dat dat betekent van dat je leven moet veranderen. Omdat het een andere wending gaat krijgen. Wat mogen wij weten tussen de maagd en de leeuw? Ja, hoe dan ook, wat het dan ook is. Het ene scenario of het andere. Je bent er druk mee bezig om het te manifesteren. Het kan zijn dat het, het kan verschillende fases hebben. Kan zijn dat het al zover is, of het kan zijn dat je erover aan het nadenken bent. Kan zijn dat je gaat kijken van, dit is mijn besluit, maar wat voor vervolgstappen moet ik nemen? Maar je bent het zeer zeker aan het uitvoeren, of je staat op het punt om hierover te gaan communiceren of in actie te komen. Wat mogen wij weten voor de maagd die met een andere maagd te maken heeft? Keelchakra. Er moet gepraat worden tussen een maagd en een andere maagd. Er moet openheid van zaken komen. Er wordt iets niet uitgesproken. Ja, het kan zijn dat je daardoor dus iemand in het ongewisse laat. Maar het kan ook zijn dat je zelf enorm hebt getwijfeld van ga ik er wel voor, ga ik er niet voor. Ga ik rechts of links? En zodra je eruit bent, zodra jij duidelijkheid hebt, dan ga je die keuze maken en ook communiceren. Of de ander gaat dat doen richting jou. Betreft een comfortzone met die vier van staven of een relatie. Dus het kan zijn dat jij niet zeker weet of je bijvoorbeeld je single leven wil opgeven voor een vaste relatie. Het kan ook zijn dat je voor de keuze staat van wil ik naar een ander bedrijf hoppen. Van, hè, dat je weer wat anders gaat doen of wil je hier blijven zitten. Dan wordt jouw tijdelijk contract wordt omgezet in een vast contract. Het kan ook te maken hebben met een keuze maken met betrekking tot huisvesting. Dus het kan zijn dat je aan het nadenken bent van, goh, is dit de juiste persoon om mee samen te wonen? Dat zijn allemaal zaken die bij mij naar boven komen voor het collectief. Wat mogen wij weten tussen, dankjewel, tussen de maagd en de weegschaal? Wat mogen wij weten tussen de maagd en de weegschaal? De maagd en de weegschaal. Een nieuw pad gaat zich ontvouwen. Kan zijn gewerk gerelateerd, maar dat hoeft niet. En als dit nieuwe pad zich gaat ontvouwen, dan kan dat zijn dat je meer balans, meer stabiliteit krijgt binnen een bepaalde connectie of binnen een bepaalde samenwerkingsverband. Mogen we hier nog meer over weten? De
Ik denk dat het gaat beginnen met een hele kleine geste, maar wel iets substantieels. Kan zijn bijvoorbeeld een gesprek, een openhartig gesprek over de toekomst. En als jullie beide dezelfde richting uitdenken, dat jullie er beide aan gaan werken bijvoorbeeld. Of dat er een gesprek komt over van ik wil met jou samen gaan werken op werkvlak. En ik bied jou eerst een start, hoe zeg je dat, een startsalaris. Of je begint met een tijdelijke contract of wat dat dan ook is. En dan later, dan wordt het al heel snel een vast contract, wat het dan ook is. Het gaat, het lijkt klein, maar het heeft wel substantie. Wat mogen wij weten tussen de maagd en de schorpioen? Oké, de maagd en de schorpioen. Deze. De maagd en de schorpioen. Ik denk dat jij zit te wachten op een antwoord. Maar dat antwoord komt nog niet. Jij wil weten of het definitief over is, of definitief iemand ergens vertrekt, of dat definitief het contract ontbonden is. Wat dat dan ook is, kan ook een abonnement zijn. Want dan is er vrijheid, dan kan jij verder. Dus misschien dat dit contract zwaar op je weegt, financieel, mentaal, fysiek, wat het dan ook is. En je wil er vanaf, maar je hebt er nog geen duidelijkheid over. Of zit je te wachten op die duidelijkheid door een derde partij? En krijg jij daar maar geen hoogte van? Ja, het kan een vast contract zijn. Het kan een relatie zijn. Het kan iets zijn wat je in het verleden ooit hebt afgesloten. Het kan ook bijvoorbeeld een overlijdensverzekering zijn. Het kan zijn het overnieuw oversluiten van bijvoorbeeld een hypotheek, wat het dan ook is. Iets gaat aflopen of je wil dat iets afloopt, zodat je dus een nieuwe keuze kunt maken die veel beter bij je past en ook meer in balans is met jou of met jullie situatie. De maagd en de schorpioen, dacht ik. En anders heeft de schorpioen er gewoon twee gehad. Dan hebben ze een marzel. Er gaat iets veranderen. Het kan zijn dat je iets opzegt, waardoor je dus nog waardoor je bijvoorbeeld een eindafrekening krijgt en dat je nog iets terugkrijgt. Of je zegt bepaalde abonnementen op. Of je zegt je huurcontract op. Of eindelijk heb je je huis verkocht. Dan krijg je dus meer financiële ruimte. Wat mogen wij nog hier nog meer over weten? Iets beëindigt waardoor jij dus daar wat van krijgt. Twee van bekers. Het kan zijn dat als jij gaat scheiden, dat je alimentatie krijgt of dat je huishoudgeld krijgt of weet ik veel. Het kan ook zijn dat dit een soort uitkoopregeling is, waarbij je dus beide akkoord gaat als het gaat om ondernemerschap die je samen ooit hebt opgericht. Hoe dan ook, er komt verandering. Kan ook zijn dat je zeker weet
dat dit jouw partner is en dat je daarin wil gaan investeren, dat je niet langer meer single wil blijven, ook dat kan het geval zijn. Wat mogen wij weten tussen de maagd en de boogschutter? De maagd en de boogschutter. De vos. Oh jee. En het labyrint. Ja, jij hebt het gevoel van... ik krijg geen duidelijkheid. Ik had al duidelijkheid willen hebben. Deze persoon blijft maar met mij spelen. Deze persoon wil maar met mij blijven rommelen. Ik denk dat je alle situatie hebt gehad met deze persoon. Dus je weet over wie ik het heb. En je hebt daar al een punt achter gezet. Je hebt je er al van gedistanceerd. Het kan ook een collega zijn met wie je absoluut niet meer samen wil werken. Omdat iemand altijd via slinkse wijze jou met al het werk opzadelt. Of jou geen duidelijkheid geeft. En deze persoon gaat proberen wederom zijn of haar slag te slaan. Omdat ze denken dat ze het slim af kunnen zijn. En ja, de maan. Ze proberen wederom in het geniep contact met je op te nemen. Of jou voor het karretje te spannen. En dus let goed op deze week wat iemand gaat proberen. Wat mogen wij weten tussen de maagd en de steenbok? De maagd en de steenbok. Ik kreeg meteen door iemand die zwanger is. Is opgenomen in het ziekenhuis met complicaties. En dat staat een nieuwe start in de weg. Ik weet niet waarom, maar een nieuwe start voor moederschap, vaderschap, wat het dan ook is. Het kan zijn dat... jij graag een nieuwe start wil. Misschien zijn jullie al langer bezig om kinderen te krijgen. En maak je je nu zorgen omdat je bang bent ook dit kind weer te gaan verliezen. Maar vooralsnog is daar geen sprake van. Alleen je partner is opgenomen in het ziekenhuis. Of het kan zijn dat een van je kinderen opgenomen is en ziek is. Dat je van het ergste uitgaat met die acht van bekers. Dus als het niet jouw kind is, dan kan het van een collega zijn. Of van een familielid, iemand die je toch wel goed kent. Het kan ook een huisdier zijn. Waar je heel veel van houdt en dus beschouwt als zijnde jouw kind. Wat mogen wij weten tussen de maagd en de waterman deze week? Deze twee moest ik nemen, hoorde ik. De maagd en de waterman. Ik denk dat je gaat realiseren dat iemand die jij achter de hand hield, omdat je geen keuze wilde maken of omdat je nog... niet je vrijgezellen leven wilde opgeven, wat het dan ook is, dat je nu realiseert dat het einde nadert omdat deze persoon een nieuw persoon heeft ontmoet. En dat kan zijn dat je realiseert van nou, dan ben ik die persoon voorgoed kwijt. Of misschien ga jij je realiseren dat je daar wat aan wil doen.
ja, je weet, je realiseert je van, ik ben deze persoon definitief kwijt met de vijf van zwaarden en de wereldkaart. Het is aan jou. Ik bedoel, het is aan jou of je die persoon waardevol genoeg vindt om ervoor te gaan. En zo niet, nou ja, dan laat je die persoon gaan en komt er iemand anders in zijn of haar plek. Wat mogen wij weten tussen de maagd en de vissen? De maagd en de vissen. Het bloemetje, de ruiker en het gesloten boek. Ik denk dat je de moed opgeeft. Ik denk dat deze persoon of situatie kans op kans heeft gehad. Iedere keer de boel uitstelt. Iedere keer zich niet opent voor de situatie. Of niet met jou verder wil. Of geen excuus wil aanbieden. Of wat het dan ook is. En jij trekt je nu definitief terug. Jij hebt... Je hebt ook je limiet en die is bereikt. En jij sluit definitief het boek, het hoofdstuk. Jij wacht niet meer op een... Je hebt geen hoop meer, dat laat je varen. En je start een nieuw begin. Ik denk dat je weet dat deze persoon jou nog altijd in de gaten houdt. Maar dat vind jij niet relevant, want die persoon komt niet in de actie. En het is wat jou betreft gewoon finito. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.